Terwijl er in Den Haag gesteggeld wordt over wie het langste adem in kan houden rondom de lerarensalarissen. Zodat we zelfs misschien nog die historische situatie kunnen krijgen dat we een gevallen demissionair kabinet krijgen. Terwijl iedereen eigenlijk vindt dat de leraren er wat meer bij moeten krijgen. Maar ze alleen aan het steggelen zijn over wie mag met de eer gaan strijken. Wordt er hier op school hard gewerkt. En eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat in de afgelopen jaren dat ik dat lerarenvak een beetje heb leren kennen van dichtbij. Dat ik zie dat ze keihard werken. Dat ze er zijn voor al die leerlingen. En dat zijn er soms al bijna 30. En dat achter elk kind een verhaal zit. Mogelijkheden, heel veel kansen. Maar ook soms beperkingen. Dingen waar je rekening mee moet houden. Om juist te zorgen dat die kansen en die mogelijkheden naar boven komen. Dat is best hard werken. En als ik één ding geleerd heb, is het wel dat die vakantie, waar dan wel eens van wordt gezegd, oh wat hebben leraren veel vakantie, dat die ook terecht is. Dat ik ze hier, ook het afgelopen week, ook weer gewoon bezig zie. De laatste week van de vakantie met de voorbereidingen. Dat je ervan moet bijkomen, maar ook dat je nieuwe plannen moet maken, nieuwe methodes moet bestuderen. Maar ook en vooral dat er gewoon door de week hard gewerkt wordt. En dan kunnen we met z'n allen gaan steggelen over hoeveel uur werk je dan. En werken anderen ook niet zoveel. Hoeveel verdienen ze dan? Volgens mij gaat daar de discussie nou precies mank. Want de discussie gaat niet over salaris. En de discussie gaat al helemaal niet over wie dat dan vervolgens voor elkaar krijgt. De discussie gaat er gewoon over een stukje waardering. Of een stukje waardering voor leerkrachten. Voor het werk dat ze doen. Voor jou, voor onze kinderen. En ook voor een stukje waardering weer van het beroep. Een stukje status. Misschien reden ook waarom zo weinig mannen het onderwijs ingaan. Ik zou het een stomme reden vinden alsof vrouwen dat dan maar moeten doen. Maar los daarvan, kennelijk staat die leerkracht niet meer op dat voetstukje. Het hoeft geen groot voetstukje te zijn, maar toch wel een voetstukje dat ze zouden mogen hebben. Want ze verzorgen onze kinderen. En daarom zou mijn oproep aan Den Haag zijn. Weg van al dat gekissebis en werk aan de waardering van leerkrachten. Dat is hard nodig, want ze zijn er voor jou, voor onze kinderen. Leerkrachten, bedankt en een goed schooljaar gewenst.